Nu, we gaan stilaan naar het einde van ons programma. We hebben eigenlijk al een heel boeiend programma gehad. We hebben wat meer medische duiding gekregen. We hebben wat getuigenissen gehad. We hebben ook gezien op welke manier we MS en Parkinson kunnen behandelen via conventies, multidisciplinaire aanpak en dergelijke. We hebben ook al wat vragen gekregen. Vragen rond terugbetaling van psychologische behandelingen, een betere financiering van de paramedici in de multidisciplinaire teams. Ook meer centralisatie, heb ik ook begrepen, aangepaste woonvormen. Dit zijn allemaal vragen die we doorheen de uiteenzettingen gekregen hebben. Maar ik ben ervan overtuigd, en we zijn dan ook heel blij dat rector Tors hier vandaag kan zijn, ook als Peter van de Vlaamse Parkinson Liga. En hij zal met ons de eindconclusie maken van deze studie middag. Dank u wel. Hartelijk dank, rector Tors, om hier te zijn vanmiddag. Ja, dank u, Maya. Dames en heren, zeer geachte oud-collega's, ik zie jullie met veel plezier terug en jullie zien er nauwelijks verouderd uit. Het is een groot plezier om hier te mogen spreken over een onderwerp dat uiteraard ontzettend belangrijk is. Ziekten zoals Parkinson, MS. Daar zijn een aantal heel merkwaardige aspecten aan verbonden. Eerste punt, ook heel jonge mensen kunnen erdoor getroffen worden. Dat blijkt, dat wordt vaak niet genoeg in de verf gezet. Velen denken dat bepaalde ziekten, zeker Parkinson, vooral bejaarden treffen. Maar dan begint de bejaardheid toch bijzonder vroeg. Ook al bij twintigers en dertigers. En het is heel belangrijk dat mensen zich daar terdege van bewust zijn en blijven. Een tweede punt dat heel opvallend is en ook door de verhalen heen naar voren komt, is het onvoorspelbare karakter. Hè? Dus van het opkomen van de ziekte zelf, maar natuurlijk ook het onvoorspelbare karakter van allerlei verschijnselen die met de ziekte gepaard gaan. En dat is natuurlijk niet zo simpel in tijden waarin wij juist bijna op een maniacale manier alles proberen te voorzien en ons voor gelijk welke verrassing proberen te behoeden. Hier zitten we dus met een verschijnsel dat een beetje haak staat op een tijdsaanvoelen. En dan is er natuurlijk ook de opdracht om te leven met onvolkomenheden, juist in een tijdsgevricht waarin de meeste mensen hard op weg zijn om volledig volmaakt te worden, blijkt nu plotseling toch dat je ook met onvolkomenheden moet en kan leven, ook succesvol kan leven. We hebben van meneer Vermeer bijvoorbeeld gehoord dat zelfs de ziekte een startpunt is, niet een eindpunt, maar een startpunt om bepaalde dingen anders te bekijken, te beleven, om bewuster en gedrevener te leven. Ook dat vind ik een prachtig signaal, dat uiteindelijk de ziekte geen teken is om terug te plooien, maar in feite het tegendeel, juist een startpunt om expansiever en bewuster te leven, ondanks het feit dat die expansie fysiek niet altijd mogelijk is. Dat is een eerste punt dat ik toch heel sterk onthoud uit deze dag. Een tweede punt is denk ik een verschijnsel dat je hier hebt en dat misschien ook voor de medische wereld in het algemeen speelt. Vroeger had je een cohorte patiënten waarvan men dan probeerde te veronderstellen dat ze allemaal geweldig op elkaar leken, dat was de bedoeling, die door één of twee artsen werden behandeld. Vandaag heb je in feite een heel ander plaatje, omdat de patiënt centraal staat, ook zijn heel uniek, individueel, verschillend karakter komt duidelijk uit de verf, wat voorheen minder het geval was. En je hebt daar tegenover een multidisciplinair team van allerlei mensen die elkaar aanvullen en moeten leren samenwerken. Soms voor sommige medici met een God-syndroom is dat niet altijd zo simpel. Als je God bent tot daar nog aan toe, maar een gewezen God heeft doorgaans een wankel juridisch statuut. Dus in die zin is dat toch een volkomen andere en nieuwe setting die denk ik ook van heel groot belang is. Ik denk dat uit deze dag tegelijk ook blijkt dat een aantal dingen toch heel concreet kunnen gedaan worden. Want natuurlijk, we kunnen altijd praten over dingen, maar
Op het vlak van ziekten zoals Parkinson of MS is het juist nodig om heel erg te ageren en het kan ook. Hè. Dus het is niet zo dat we hier spreken over ja, de hazard van fundamenteel onderzoek en wat gaat er allemaal mogelijk uitkomen en zo verder. Mogen we er dierproeven bij organiseren, daar ga ik niet over beginnen. Maar belangrijk is vooral dat je hier uiteindelijk ziet welke heel concrete dingen kunnen gedaan worden. En dan denk ik heel concreet ook aan de aanvraag bij het RISIF die werd ingediend door de Parkinson-patiënten bijvoorbeeld. Laten we die in godsnaam steunen, hè, dat de vragen die daar worden gesteld worden gehonoreerd. Dingen die aan bod kwamen hier, uitbreiding van de chronische conventie. Ook heel duidelijk de nood aan betere zorg voor patiënten in een gevorderd stadium. Hè. En dat is dan derde lijn, waar heel fundamenteel ook aan de dossiers wordt gewerkt. Mogelijkheid van een referentiebedrag per patiënt. Ik denk dat we dat zeker moeten doen. De tweede lijn, inderdaad, werd even vermeld, daar lopen al een aantal projecten. Toevallig in Roeselaren en Charleroi heeft natuurlijk helemaal niks met politieke evenwichten te maken, maar zoals altijd met zuiver toeval. Maar het is ook belangrijk dat we toch ook dan dat derde stadium en dat wat diepere aspect ook meer durven bekijken, want daar is toch nog een probleem, patiënten in een vergevorderd stadium. Ik denk ook heel belangrijk het ondersteunen van de patiëntenorganisaties. Met enkele mensen kan al heel veel worden gedaan. Het vrijwilligerswerk is op dit moment buitengewoon. Ik kan dat zelf als Peter van de Parkinson-Liga sinds vele jaren al alleen maar onderlijnen. Er wordt van alles gedaan, allerlei acties ondernomen, zowel dingen die met de bekendmaking van de problematiek te maken hebben als met oplossen van dossiers. Dat gaat gepaard met een extreme gedrevenheid. Wel, zoiets verdient ondersteuning. Dat is wat men vandaag zal noemen dan ook empowerment van die organisaties. En ik ben zelfs bereid om aan de Nederlandse term te denken. Maar in die zin is het denk ik iets wat we niet mogen laten liggen. Een ander punt is inderdaad ook de terugbetaling van de paramedici. Uiteindelijk is denk ik de manier waarop mensen hun ziekte beleven van kapitaal belang. Inderdaad, als je buiten staat met een diagnose van bijvoorbeeld MS na een kwartier, lijkt me dat niet altijd de beste weg om... ja, zo sluit het leven zich langzaam af. Is niet altijd de beste weg om met toch een redelijk decisief bericht in uw leven verder te gaan. Dat zijn denk ik heel belangrijke zaken. Dat dus paramedici, en dat moet redelijk ver gaan, ook psychologen, dat die worden terugbetaald. En dan zit er toch ook een zeer sterke symboliek in de wijze waarop jongeren worden opgevangen. Jongeren die in een situatie komen dat ze ja, niet altijd over de sterke omkadering beschikken die ze misschien nodig hebben. In hun persoonlijk leven kan de ziekte ook effect hebben, bijvoorbeeld bij de partner die het niet altijd volhoudt. Soms moeten ze ook een beroep doen op ouders, maar ouders hebben als eigenschap dat ze eigenlijk ouder zijn dan de patiënten en dus ja, misschien ook te oud worden op een gegeven moment. Het is evident dat mensen die bijvoorbeeld Parkinson-patiënten zijn, niet thuishoren in een RVT, waar ondertussen de andere bewoners altijd maar ouder worden. Hè? Want RVT-bewoners, dat beginnen nu al fluxe tachtigers te worden. Ja, dan is toch het gemeenschappelijk verleden op het vlak van bijvoorbeeld muziek en grote politieke persoonlijkheden zeer beperkt. Hè? Dan kennen ze misschien wel uw moeder nog, Maya, maar uzelf niet meer. En dat zijn dus problemen waar we dan toch... Nee, voilà, ja, dat is uw zaak, maar ik zou ze toch nog maar een tijd los laten lopen. Maar dat zijn allemaal details. Maar belangrijk is dat we daar toch ook wat aan kunnen doen en dat we daarvoor zorgen. Dat is heel visibel ook zoiets, dat we laten zien dat we daar wat aan doen. Kortom, ik vind eerlijk gezegd, als ik mag besluiten met toch nog een persoonlijke opmerking, wat we hier doen op terreinen zoals dit, is voor mij een beetje de proef op de som van het soort samenleving dat we uiteindelijk willen.
Dus, en dan, welke graad van beschaving hebben we nog? Hier kunnen we niet vluchten. Hier kunnen we bijvoorbeeld niet zeggen, solidariteit leidt tot misbruik of profitariaat en zo. Daar is hier geen kwestie van. Het is heel duidelijk waarover het gaat. Het is duidelijk dat het gaat om mensen die ziek zijn, die zelf uiteraard niet voor die ziekte gekozen hebben. En die vaak met een uitzonderlijke moed en levensvreugde toch blijven doorgaan. En dan is de vraag, vindt een samenleving dit belangrijk? Is dit een optie waar we uiteindelijk blijven voor gaan? Is dit de vorm van solidariteit die we ook against all odds en ook in moeilijke economische tijden duidelijk naar voren willen schuiven? Ik hoop echt uit de grond van mijn hart van wel.